Alleen maar in de schaduw. Hola, in de schaduw. En dan in de heer in de schaduw gaan staan. Schaduw. Allee, libi de narwa libi. Zeg maar, we zijn belangen nog niet te lijnen. Nu weet ik dat, want je gaat direct zo'n parcours doen. Direct zo'n parcours, daar is zo'n stijl. Ja. En hoe gaan wij hier wat? Meneer, ik heb gehoord dat u zojuist bij de grote afdaling gedaan hebt. Kunt u mij daar een beetje commentaar over geven? Ja, het was redelijk moeilijk, maar de Beduïnen staan er altijd om aan het tot te staan. Hè. Dus dat ging heel goed. Meneer, mag ik u even storen? Ja? Ik heb gehoord dat u ook de grote afdaling gedaan heeft. En ja, wat dat vond klopt. U ervan? Het was in het begin even panikeren, maar het is toch gelukt. En ik ben blij dat ik het heb overleefd. En hoe voel je nu? Nu voel ik me... Zwanger. Nu voel ik... Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Oké. En nu mevrouw, ik heb gehoord dat u er met een zekere angst naar uitkeek om het te doen. En hoe is het meegevallen? De beklimming was redelijk zwaar, maar nee, met het trapje was het heel, heel leuk. Oké, dankjewel. En hoe voelt u zich nu? Blij. You know, don't tell, but this man sweet, crying. Plus jamais.
Meneer, mag ik eventjes uw aandacht alsjeblieft? Ik heb gehoord dat u vandaag de afdeling van de Canyon gedaan heeft. Hoe vond u dat? Oh, dat was wel leuk. Ja, eerst had ik het onderschat, maar dan leek precies een schuif af en dat was wel tamelijk leuk, ja, inderdaad. Ja, en hoe voel je zich nu? Very funny. Very leuk, ja. Oké, dankjewel. Meneer met de zonnebril daar, mag ik ook eens eventjes vragen, hoe vond u de afdaling? Goed. En de beklimming? Goed. En algemeen? Goed. En hoe voelt u zich? Goed. Dat was een heel opbouwend gesprek, dank je wel. Nu zitten we hier in een stuk van de Sinaï waar we zandsteenafzettingen hebben. En zandsteenafzettingen zijn ter wereld de mooiste gesteenten om daar figuren en vormen en erosie in te zien. En dat zie je hier ook al als je overal ziet, de structuren, vormen, gezichten, bomen, van alles kunnen zien. Maar grillige vormen die ook relatief snel veranderen. En Grete zal beamen, als we hier komen, jaar na jaar na jaar, ziet het er altijd al een klein beetje anders uit. Maar hoe is het hier gekomen? Wel, zandsteen ontstaat door afzetting van zand. Zand wordt afgezet door de zee. Hoe komt dat zand in de zee? Dat komt in de zee van de erosie van vroegere gebergtes. Elders waar we geweest hebben. Dat kan verder dan hier geweest zijn. Zijn in de zee terechtgekomen. De zee sleept dat mee en zet dat af na verloop van tijd. Die afzettingen, dat gebeurt in geen ene keer. Dat kan lang duren. Dat gaat over honderdduizenden, maar dat gaat ook over miljoenen jaren. De afzettingen die we hier hebben, dateren vooral uit het tertiaire tijdvak. Het tertiaire tijdvak is het tijdvak dat begint 65 miljoen jaar geleden, na het krijt, het einde van de krijtzee. En dat kent allemaal, want dat is de periode dat de dinosaurussen zijn uitgestorven. Dag mama.